Dit zijn geen fijne beelden, maar wel de realiteit. Opgepakte en weer vrijgelaten demonstranten in Wit-Rusland die hun verwondingen laten zien na zwaar te zijn mishandeld in de gevangenis. Wit-Rusland, daar is heel veel aan de hand. Valse verkiezingen, grote protesten, geweld, arrestaties, mishandelingen en deze drie vrouwen lijnrecht tegenover deze man. President Lukashenko. Bijnaam de laatste dictator van Europa. Om al dat nieuws uit het land met bijna 10 miljoen inwoners, ingeklemd tussen de EU en Rusland, te kunnen volgen, leggen we hier de basis uit. Dit is Wit-Rusland in een paar minuten. Het verhaal van president Lukashenko begint in 1994. Dat betekent dat elke Wit-Rus onder de 30 geen ander Wit-Rusland kent dan onder Lukashenko. Alsof Rutte al jouw hele leven aan de macht zou zijn. Maar eerst wat eraan vooraf ging. Een geschiedenis die er niet om liegt. Wat nu Wit-Rusland heet, was sinds de middeleeuwen altijd al onderdeel van dan weer die en dan weer die grootmacht. Van oost tot west. En dan de 20e eeuw. In de Eerste Wereldoorlog wordt Wit-Rusland in twee gespleten door het Duits-Russische front. Na de oorlog is het al heel even een onafhankelijke staat. Maar het wordt al snel bezet door het Poolse leger. Daarna komt het Rode Leger eroverheen en wordt Wit-Rusland onderdeel van de Sovjet-Unie. In de Tweede Wereldoorlog is Wit-Rusland een van de zwaarst getroffen landen onder de bezetting van Nazi-Duitsland. Een kwart van alle Wit-Russen overleeft het niet, om na de oorlog weer tientallen jaren onder de communistische invloed van Moskou te staan. En oh ja, Tsjernobyl. De kernramp van Oekraïne was ook de kernramp van Wit-Rusland. De radioactieve wind waaide over de grens, waardoor er in Wit-Rusland meer radioactieve neerslag neerdaalde dan in Oekraïne zelf. Inclusief heel veel slachtoffers en door straling onbewoonbaar land. Dat was de 20e eeuw tot dan toe. En dan vanaf de jaren 90, Lukashenko. In 1991 valt de Sovjet-Unie en wordt Wit-Rusland onafhankelijk. Dit is een nieuwe vlag, die ze ook al even gebruikte in 1918 toen het heel even onafhankelijk was. En tijdens de Duitse bezetting. In 1994 zijn er voor het eerst presidentsverkiezingen. En die wint de populaire Sovjetgezinde communist Lukashenko met grote meerderheid. Maar dat waren ook meteen de laatste eerlijke, open en democratische verkiezingen in het land. Want Lukashenko trekt zijn eigen semi-communistische pad. Hij vervangt de vlag van het trotse, onafhankelijke Wit-Rusland voor een vlag die sterk lijkt op de vlag uit de Sovjet-tijd. Er komt een einde aan de voorzichtig ingezette democratiseringsprocessen. Lukashenko trekt meer en meer macht naar zich toe en zet de oppositie buitenspel. En hoe? Hij sluit ze op, mishandelt ze, jaagt ze het land uit of ze verdwijnen op mysterieuze wijze. En voor zichzelf regelt Lukashenko dat hij er steeds weer een termijn aan vast kan plakken. En in alle daaropvolgende verkiezingen wordt hij telkens met 75% tot 80% van de stemmen herkozen. Maar het zaakje stinkt. Internationale waarnemers concluderen in 2006 dat de verkiezingsuitslag frauduleus is. En in 2010 weer. En dan zijn veel Wit-Russen het al zat. Duizenden mensen gaan de straat op. En Lukashenko laat zien hoe hij aan zijn bijnaam komt. Oppositieleden worden in elkaar geslagen en opgesloten. Net als honderden andere tegenstanders. Onder wie journalisten, mensenrechtenactivisten en intellectuelen. En zo zorgt Lukashenko ervoor dat alles blijft zoals het was. Maar hij verliest zijn populariteit bij het volk. In het buitenland probeert hij ondertussen zowel de EU als Rusland te vriend te houden. In een politiek schaakspel van een beetje geven en nemen. Vooral ook om zijn eigen macht te behouden. In 2015 wordt Lukashenko weer herkozen. Protesten daartegen drukt hij de kop in. Maar als in 2020, nu dus, hij weer met een overmacht gekozen lijkt te zijn, komt er iets los bij de Wit-Russen wat we echt nooit eerder zagen. Dit keer is alles anders. In het begin nog niet. Lukashenko schakelt op zijn gebruikelijke manier de concurrentie uit en met intimidatie en geweld probeert hij het volk koest te houden. Maar dat lukt niet. En dat heeft alles te maken met deze drie vrouwen. De vrouwen van opgesloten of verjaagde oppositieleden.
Zij hebben nu de handen ineengeslagen met maar één boodschap. Nieuwe, vrije verkiezingen. Extremely important for all the people in our country. Ze krijgen de grootste protesten in het land ooit op de been. Lukashenko heeft hun invloed totaal onderschat. Veel Wit-Russen zijn bereid hem te trotseren. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Сразу сходу они нас записали в каких-то террористов, я не знаю. Видим все, перелом свода черепа, основание свода черепа, перелом носа, перелом всего, ребер видим, все, что хочешь. Maar in plaats van af te schrikken, lijken deze beelden de demonstranten meer te motiveren dan ooit. Lukashenko wil hoe dan ook aan de macht blijven. Veel hangt ook af van die twee reusachtige machtsblokken naast hem. Door alle mishandelingen en mensenrechten schendingen is de EU wel klaar met hem. Ze hebben ook al sancties afgekondigd. Dus klopt Lukashenko aan bij Rusland. Die hebben gezegd hem te willen helpen. Maar wat dat precies betekent, dat is nog de vraag. Dat is waar de Wit-Russen nu staan. Het is afwachten of de komende hoofdstukken in het verhaal van Wit-Rusland iets rustiger zullen verlopen. Tot zover de basics. Vergeet niet te liken en, als je het nog niet hebt gedaan, je te abonneren.